Opnieuw gaan we in Photoshop Elements kijken wat verbeteren van foto's voor ons kan betekenen. Bestand, openen, donker 1, openen. Ik wil de foto iets vergroten. Oh, dat is echt veel te veel. Even een tikje geven, nog een tikje. Oké, dit is hem. De foto is te donker. We gaan nu niet, zoals in de vorige les, naar schaduw hooglichten, maar we gaan verbeteren. Belichting aanpassen en we gaan nu eens kijken wat helderheid, contrast voor ons kan betekenen. Oké. Nou, we gaan maar weer eens eventjes aan de schuifjes trekken en kijken wat er gaat gebeuren. Uiteraard willen we de foto helderder hebben. Nou, dat gebeurt nu ook. We zien tevens dat de gebouwen komen prima tevoorschijn, maar wat we verliezen is de lucht. Nou, dit zou een hele normale foto zijn als die zeg maar op de huizen belicht zou zijn. We kunnen het contrast nog iets toenemen. Zo vind ik de foto eigenlijk te hard. En deze kant op wordt die wel mooi zacht. En dit zijn de mogelijkheden van helderheid, contrast. Ja, het is wat minder dan de voorgaande schaduwhooglichten, vind ik zelf. Maar dit is wat het is. We kunnen nog even het voorbeeld aan en uitzetten. We kwamen van donker en we zitten nu in het huidige voorbeeld. En dit is het einde van de les.